En dat is een grote dikke binnen feed gaan doen. Dat was een vrij krakkemikkig podium. Want ik stond al aan twee schapen met een plank op. Jezus is geboren in Marrakesh en Maria streekt zijn gat vol met crème fraîche. Ik had mij aangepast. Dat was een direct volgende dag aan Bias, een echt sympathieke jongeren. Want die kon daar direct met een gsm terugkopen. De braam, de ouder, de meisje van heel de mensen met een tulband op zijn kop. En ik heb weten, jij meneer, Boalet! En die naast stem, die had niks op zijn kop. En dan denk jij dan, moas onder! Als je die mensen verstaat, dan verstaat je van humor. Maar ik heb een liedje gemaakt, dat gaat dus, omdat ik eigenlijk toch wat te doen had met die eerste migrant in ons dorpje. Iedereen had er zo in het oog. En misschien wel brave mensen. Ze waren daar natuurlijk direct met een hoekomonist. Ja, die moslimspotteren die vroeg aan de pasteur: mag ik in uw kerk een keer gaan kijken? En de pasteur had gezegd: ja, maar durf daar niet bieden. Hè. En dan vind ik dat nu teken. Dat liedje gaat daarover. Dus de eerste gastarbeider die ik in de kerk zag doen. En de titel van dat liedje: aan ons voordeur lag een mat. Aan ons voordeur lag een mat, ooit als cadeau gekregen. Er stond welkom opgedrukt, om uw voeten aan te vegen. Mama zei, luister jongen, klop die voordeur wat eens uit. Ik vroeg waar en zij zei daar tegen die boom met dat rot fruit. Ik sloeg de mat tegen de stam en liet het stof maar stuiven. Ineens stond daar een man met zijn hand naar mij te wuiven. Hij droeg een slonzig kleed, hij liep naar mijn boeist. Ik bloosde naar mijn schoenen en zei dat ik het niet wist. Hij had ogen bij olijven en zijn vrouw leek geconfijt. Hij zei, mag ik hier blijven? Ik weet niet wie gij zijt. Toen riep men, maar kom hier en praat niet met die luis. Hij kon alleen maar bedelen of iets stelen uit ons huis. Ik haastte me naar binnen en kroop onder het tapijt. Mama zei, hou u stil, want hij staat daar nog altijd. Ze trok de deur in slot en de gordijnen voor de ruiten. Ik zei, oei ma, ons matje, met welkom licht nog buiten. Zo hebben wij daar gezeten, een uur kroop traag voorbij. Mama achter de zetel en ik onder het tapijt. De man is weggegaan en heeft nog eens gezwaaid. Hij heeft niks meegenomen, alleen ons matje omgedraaid.